Het is verkiezingstijd op de Universiteit van Tilburg. De fractie Front en SAM strijden tegen elkaar voor zetels in de universiteitsraad. Daarin is plaats voor 9 studenten. Die beslissen mee over de toekomst van de universiteit. De stands van de fracties staan recht tegenover elkaar. Je moet elkaar lekker in de gaten houden, maar we hebben ook wel wat gentleman's agreements gemaakt. Dus dat je elkaar een beetje met rust laat als je met iemand aan het praten bent. En tot nu toe gaat dat gewoon allemaal heel goed. Dus we houden het beschaafd. Jullie voeren hier campagne met Donald Ducks en kranten. Hoe serieus zijn jullie? De Donald Ducks zijn inderdaad het is een vrolijk weekblad, maar het is wel bewezen dat het onder studenten, zeker onder mannelijke studenten, een zeer populair weekblad is. Dus je probeert gewoon met daaraan je flyer vastgeniet toch iedereen te bereiken die op de campus loopt, aangezien de opkomst toch redelijk mager is. Hij ligt meestal tussen de 30% en 40%. Stemmen gebeurt via internet. Waarom sta je hier met je laptop? Als je met je laptop staat, dan heb je in ieder geval de zekerheid dat mensen meteen gaan stemmen als ze willen stemmen. In plaats van dat ze zeggen, we gaan thuis al stemmen, want dat doen ze 9 van de 10 keer niet. Dus je controleert wel of ze op jou stemmen? Ja. Ja, ik klik meestal zelf ook aan. Heb jij al gestemd? Ik heb al gestemd, ja. En waarop? Ik heb op SAM gestemd. Waarom? Nou, dat heeft 2 redenen. Punt 1 vind ik het verkiezingsprogramma van de SAM beter. Punt 2 zit ik bij een dispuut en een van mijn dispuutgenoten staat op de SAM-lijst. Ik heb nog niet gestemd, ik moet nog kijken naar de punten dus. Dus een weekje stalken in het hele jaar, ik kan er wel tegen, maar andere mensen zullen wel eens dat je bijna geblokkeerd wordt. Is niet heel erg leuk. Je weet dat het gaat gebeuren en dat is niet zo erg. Het is onmogelijk om over de campus te lopen zonder door de lasten gevallen door een van de beide partijen. Welke partij dat het best heeft gedaan, dat weten we binnenkort.